Hallo, hallo, welkom weer bij Meester Crypto. De timing van deze videoserie die is niet geheel toevallig. De interesse in Bitcoin die is momenteel minimaal. En mogelijk ook de behoefte van mensen om er 35 video's over te kijken. Hè? Goeie timing, Meester Crypto. Maar ik kan het ook anders intoneren. Ik kan ook zeggen, goeie timing, Meester Crypto. Want het moment om Bitcoin te kopen is het beste wanneer niemand erin geïnteresseerd is. En daarnaast de noodzaak om iets in handen te hebben dat niet aan waarde verliest, is groter dan ooit. Want dan kan je op een briefje geven dat de komende 12 tot 18 maanden er weer van alles kapot gaat. Financiële instellingen die gaan omvallen, rode alarmlichten die knippen in de wereldeconomie. Het kan beginnen in de kredietmarkt of een soevereine natie die in de problemen komt. Of heel veel van die regionale banken die veel te vol met schuld zitten. En er hoeft er dan maar eentje om te vallen en bedoelum. En wat ook dan doorgaans gebeurt, hè, mensen gaan ontslagen worden. En dat zijn vaak zij die op dit moment toch al nauwelijks rond kunnen komen door de hoge inflatie van de afgelopen jaren. En bedenk, ik spreek hier breder dan ons eigen kikkerlandje natuurlijk. Ja, maar overal, allerlei plekken op de wereld, ligt nog veel meer sociale onrust op de loer. En ter illustratie hiervan, de yield curve inversions op ongekende levels. Wat zegt dat nu? Dat wanneer jij op dit moment voor een kortere termijn risico loopt, een staatsobligatie aanschaft, dan krijg je daar meer rendement op, meer rente voor, dan wanneer je je geld voor een veel langere tijd wegzet, investeert in een dergelijke obligatie. En dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. En het laat zien dat die langlopende staatsobligaties heel erg populair zijn en dat beleggers steeds meer dubieuze uitkomsten met betrekking tot de wereldeconomie zien en vluchten in lange termijn zekerheid. En omdat zoveel dat doen, stijgt de prijs van die langlopende staatsobligaties en loopt gelijktijdig ook het rendement erop terug en terug en terug. Hoe meer mensen langlopende obligaties aanschaffen, hoe meer het rendement terugloopt. En we zitten nu op eenzelfde niveau als 1928 en dan weet je misschien nog wel dat dat vooraf ging aan de grote depressie, zoals we dat zijn gaan noemen. En je ziet ook begin jaren 80 was het ronduit dramatisch. Maar toen hadden we Paul Volcker van de Fed in de Verenigde Staten, die de rente naar 17% bracht, ook ongekend. Hè? Een hypotheek van 17% moeten betalen om die geest terug in de fles te krijgen. Ja, maar dat is iets wat met de huidige schuldenberg onmogelijk is. Ook dan zou alles hartstikke kapot gaan. En het enige wat de politiek nu nog kan doen en kan bedenken is geld bijdrukken. En aangezien de schulden, die schuldenberg hoger is dan ooit tevoren, dan zal ook het bijdrukken van nieuw geld meer zijn dan ze ooit eerder hebben gedaan. En terwijl ze dat doen, dan zit je nergens beter dan bij een asset buiten het systeem om met een eindige voorraad. Ja, en terwijl dit zich alles ontvouwt, zitten ook tegelijkertijd die spot ETF's er nu echt aan te komen. En misschien heb je er nog nooit van gehoord. Dan moet je echt wel wat dieper in crypto zitten, denk ik. Ja, maar kort gezegd, daarmee hebben grote vermogensbeheerders via instituties en wettelijke zekerheden toegang tot Bitcoin. En daarmee wordt een gigantische grote nieuwe markt aangeboord. En grote vermogensbeheerders zoals Fidelity, zoals BlackRock, die veranderen dan ook, die zie je hun toon veranderen ten opzichte van voorgaande jaren. En opeens spreken ze lovend over Bitcoin, zoals hier onlangs verschenen een rapport van Fidelity. Onlangs, dan heb ik het over oktober 2023. Ik weet niet wanneer je deze video zou kijken. Ja, en hier wordt gezegd, hè, de uitvinding van het wiel stond voor een volkomen nieuwe technologie die eenmaal uitgevonden nooit meer onuitgevonden kon worden. Vergelijkbaar, nooit in de geschiedenis van de mensheid is het probleem van digitale schaarste. Nou, digitaal bestaat sowieso nog niet heel lang, hè. Het probleem van digitale schaarste en waarlijk van mens tot mens overdraagbaar elektronisch cash opgelost totdat Bitcoin uitgevonden was. En daarboven de titel, ieder daarop volgend monetair goed is hetzelfde als proberen het wiel opnieuw uit te vinden.
en eigenlijk kansloos. En vermogensbeheerders als Fidelity, die zullen hun klanten dan ook aanbevelen, gelet op de staat van de wereldeconomie, om een deel in Bitcoin te houden. Met Bitcoin als verzekeringspolis buiten dat traditionele systeem om. Al beïnvloeden Bitcoin en dat systeem elkaar onderling natuurlijk wel. Hè. Maar ja, Bitcoin als enige redding, dat was eigenlijk de vorige video, hè, voor de rampspoed waar we met z'n allen voor staan. Ja, Lenin die zei ooit, soms gebeurt er decennia lang niks en dan opeens zijn er weken waar decennia gebeuren. Ja, tijden veranderen. En we staan ergens dit decennium op zo'n kantelpunt waar alles ingrijpend gaat veranderen. Wanneer je kijkt naar onze geschiedenis, dan zie je dat iedere tijd zijn eigen orde kent, zijn eigen instituten, regels, wetten, zijn eigen geld. En binnen zo'n tijdperk veranderen de mensen ook mee. En gedurende zo'n tijdperk ontstaat er op die manier steeds ook weer een nieuw idee over hoe we ons met z'n allen het beste kunnen organiseren. Denk daarbij aan de oude stamculturen of wat later de oude Grieken en Romeinen. Of weer wat later de verhouding tussen adel, boeren en geestelijkheid. En we hebben allerlei vormen gekend waarop we ons organiseren. En wat dichterbij nu herinneren we ons natuurlijk nog, feitelijk bestaat het nog steeds in zijn vormen, het kapitalisme tegenover het communisme, de beweging van of naar mondialisering en daar nu weer wat meer van af, hè, naar minder internationale samenwerking wordt volop voor gepleit. En gaandeweg ontstaat zo in ieder tijdperk ook steeds meer een kloof tussen de instituten, de machthebbers en de mensen die ze zouden moeten dienen. En de instituten zelf veranderen ook tijdens zo'n tijdperk. Van binnenuit raken ze meer corrupt, raken ze steeds meer verwijderd van de mensen die ze zouden moeten ondersteunen. En ja, hoe erg het ook wordt, zelden zie je zo'n organisatie, leiders, zichzelf opdoeken. Van, ja, hey mensen, we hebben het verpest, stoppen ermee. Ja, heeft er iemand nog een goed idee voor hoe het nu verder? Maar toch gebeurt het. Ieder tijdperk, buitenom, van buitenaf, wanneer de maat echt vol is, de winnaar uit het vorige tijdperk wordt na zo'n reorganisatie nooit de winnaar van het nieuwe tijdperk. Er zijn mensen geboren met nieuwe, transformatieve ideeën die de drive voelen om die bestaande status quo omver te werpen. En als je nu kijkt naar de tijd waar we nu in leven, en dan is het vertrouwen in een regering, in een bank, in het World Economic Forum, de ECB, Internationaal Monetair Fonds, de media, het vertrouwen is lager dan het ooit geweest is. En dat is iets van deze tijd. Van deze fase tussen tijdperken waar we ons in bevinden. We zitten namelijk in een kantelpunt. En tegelijkertijd is het ook iets van alle tijden. Wanneer een samenleving dermate veranderd was dat de kracht, het verlangen om het anders te gaan doen met z'n allen, onze samenleving opnieuw in te richten, wanneer dat verlangen groter werd dan de kracht van de bestaande instituten om zo door te gaan. Heel treffend voorbeeld is hier Marie Antoinette, de Franse Revolutie 1789, het volk jarenlang honger geleden, honger, en de adel die meer en meer geld en macht en eigenlijk alle welvaart naar zich toe trok, tot de bevolking het op een dag niet meer pikte, de Bastille bestormde en de koppen die daarop volgend gingen rollen natuurlijk. Of hier wat later het regime van Ceausescu in Roemenië en de ineenstorting van de Sovjet-Unie, die daar als logische dominosteen uiteindelijk uit volgde. Ja.
vindt een dergelijke ingrijpende transformatie van de samenleving iedere 80 tot 100 jaar plaats. En we zitten nu, 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog en na Bretton Woods. Een eerdere video geweest. En ik bevind me nu op het terrein, en ik heb het al eens eerder een keertje aangestipt, hè, het terrein van de Fourth Turning, waarin de seizoenen van de tijden en de logica erachter beschreven wordt. Een aanrader dit boek. Dat is ook dus een Nederlandse vertaling van de Vierde Revolutie. Maar goed, waarom zit er 80 tot 100 jaar tussen iedere grote transformatie? Het is de periode waarin de nieuwe generatie niet meer leefde toen de vorige crisis zich voordeed. En wanneer we deze toch vrij bekende plaat bekijken, hè, moeilijke tijden komen sterke mensen uit, sterke tijden creëren we goede tijden creëren zwakke mensen en zwakke mensen creëren weer harde, moeilijke tijden. En stel je de Tweede Wereldoorlog voor, een generatie die heeft moeten lijden en daarop volgend het land weer opnieuw moeten opbouwen, een samenleving moeten opbouwen. Dat zijn mensen, dat zijn onze ouders, dan wel grootouders, die ieder dubbeltje hebben moeten omdraaien en dat 30 jaar later nog altijd doen. Die geen eten weggooien, et cetera. En die heel hard gewerkt hebben en dat was hun ethos. En vanuit dat harde werken en die herinnering aan die oorlog die ze per se willen voorkomen, nou, er komen goede, er komen mooiere tijden uit voort. En in die mooiere tijden worden natuurlijk ook weer kinderen geboren. We hebben hier de vrije jaren 60 en de kinderen ook die zich losmaakten van de eerdere generatie, die weer ook eigen ideeën hadden. Want in die 80 tot 100 jaar vinden ook weer 4 subrevoluties plaats feitelijk. En die kinderen, ja, dan krijg je de vrije jaren 70. En je krijgt de jaren 80 waarin er zoveel crescendo gaat, hè, waarin mensen het goed hebben, de welvaart die stijgt en ook daar worden allerlei kinderen in geboren. En die kinderen die horen nog wel op school over die Tweede Wereldoorlog en die zien dat hun ouders en wel grootouders een heel andere opvattingen op nahouden. Hè, maar die voelen om zich heen de werelden en hoe goed het eigenlijk wel niet gaat. En ja, dan zou je ons, deze generatie, ja, toch kunnen we gaan bestempelen als de weak man. En misschien voel je daar helemaal niet aangesproken op. En dat hoeft ook helemaal niet. Hè? Want er zijn allerlei uitzonderingen. Dit is natuurlijk heel generaliserend over generaties heen. Maar ja, als je sommige TikTokkers of mensen met selfies op straat ziet lopen van winkel naar winkel. Nou ja, dat kun je toch, dat is een heel ander slagvolk dan die generatie vaders en moeders die in de jaren 40, 50 bestond. En als dan op scholen ook geschiedenis een ondergeschreven kindje gaat worden en dan nog maar in een hoofdstuk aan die Tweede Wereldoorlog gewijd wordt, dan krijg je een generatie die zich dat niet meer herinnert en die denkbeelden heeft, een manier van leven heeft, die een recept kan gaan vormen voor hele moeilijke tijden. Tijden die resulteren in uiteindelijk een nieuwe crisis. Vanuit die crisis wordt dus weer een nieuwe samenleving gevormd en ontstaat een bepaald ontwaken van een nieuwe generatie. En ja, zo gaat dat alles in een cyclus of in cycli. Hier zie je een voorbeeld, erg vanuit Amerikaans perspectief, een abstract uit dat betreffende boek. En dat neem ik verder niet met jullie door, dat gaat te ver. Lees het boek er maar eens op terug, hè. Maar een crisis die alles ten goede kan doen keren of een crisis die het juist kan gaan verslechteren. En in een cirkel van 80 tot 100 jaar. En in een dergelijke cirkel bevindt zich ook de wereldreservevaluta. De munt waarop wij internationaal met elkaar zaken doen. Ook dat zie je hier met een aantal uitschieters wat naar boven toe. Iedere 80 tot, nou pak een beetje hier, 110 jaar, zie je die wereldreservemunt veranderen. Wij zaten zelf in de 17e eeuw in het middelpunt van die wereld. En inmiddels is er natuurlijk de Amerikaanse dollar, die het ook al, tot 2030 althans, 110 jaar volhoudt als belangrijkste munt in de wereld.
En die 80 tot 100 jaar, en natuurlijk is dat niet allemaal toevallig, die zien we ook terug in de lange termijn schuldencyclus, waar ik het eerder ook al over had. Kijk de video van Ray Dalio maar op terug, hè. How the Economic Machine Works. In zo'n tijdperk bouwen de schulden van de samenleving zich verder en verder op. We gaan op steeds grotere voet leven, meer dan verantwoord is, tot er een punt bereikt is waarop dit alles uiteenvalt terug naar een nieuwe basis van het geld. En ook dat is iets wat je bij iedere voortturning de laatste eeuwen ziet gebeuren. Een periode waarin het geld zelf een transformatie krijgt en de mensen een andere manier verzinnen, bedenken om zichzelf hier rondom te organiseren. En dit, nu, is zo'n voortturning periode. En de gebeurtenissen die de komende 10 jaar zullen plaatsvinden, richting God verhoede een digitale dollar, een digitale euro, central bank digital currencies, ik zit aan de rechtse kant van de tweesprong, geld volledig door de staat gesurveilleerd, gecontroleerd, of richting Bitcoin, de linkerkant, geld gescheiden van de staat. De komende 10 jaar gaan de toon zetten van hoe wij en hoe onze kinderen verder zullen leven in die 21ste eeuw. Zullen we iets dat slecht functioneert gaan inruilen voor iets vele malen slechter, zoals Weimar voor het naziregime, of groeien we naar iets toe wat het welzijn van ons allen versterkt. En zoals in 1848 de grondwet van Thorbecke een nieuw kader voor ons allemaal stelde. Er zijn talloze momenten in de geschiedenis geweest waarin er geen goed alternatief mogelijk was. Maar nu, beste mensen, is er dat wel. Nou, alle moderne innovaties van onze tijd, auto's, computers, telefoons, etc., wat er de afgelopen decennia veranderd is. Fysiek werd digitaal. Zo'n grote videocamera is veranderd in een stukje software en wat lensjes in je telefoon. Vele malen scherper, makkelijker te bewerken en te delen met iedereen. Fysieke foto's werden digitaal. Cassettebandjes en platen werden software. Videobanden werden Netflix of Prime op je telefoon of je tablet. Je staat overal direct in de wereld met iedereen in verbinding. En jij kunt met je telefoon praten en je telefoon die praat met je terug. Kunstmatige intelligentie verzamelt alles wat wij als mensen weten en spuwt het naar opdracht uit in alles wat we wensen. En dat is nog maar het begin van ook dat weer een transformatie. Of het is het einde, dat kan het ook in dit geval zijn. De wereld verandert snel. En al grijpen sommigen met weemoed terug naar de platenbak of een Nokia 3310. Wat Apple, Amazon, Google en anderen te bieden hebben. Het is beter dan wat er was. En het beweegt met de snelheid van het licht over het internet. En als Apple een camera kan integreren met een telefoon en applicaties die in allerlei vormen laten communiceren met wie je maar wilt, dan is er heel veel geld te verdienen, hè? Door Apple of met Apple of Google, als die een manier vindt om miljarden mensen van antwoorden te voorzien op de vragen die ze hebben, dan kun je daar ook heel veel geld mee verdienen. En de truc is om tijdig op die nieuwe dominante digitale golf te springen. Op het moment dat nog niet iedereen het door heeft, hè, dat sommigen je voor gek verklaren. Op dit moment is er niemand meer te vinden die de waarde zal ontkennen van een Google of een Amazon, een Apple, een Tesla, Nvidia. Maar 15 jaar terug in de tijd, toen was dat nog heel anders. Here's the thing I don't understand. The company is worth billions. Yes. And every time I pick up the paper, each year it loses more money than it lost the year before. The company's never made a profit. That's right. Why? Seems like a new math, doesn't it? It does. Yeah. I mean, it's to someone who doesn't know anything about this, it's amazing. You know, we lost 12 million last year and we're doing great. En stel nu dat jij 15 jaar geleden, of wanneer zijn we precies gebeurd, 1999 staat, nou, dat is al meer dan 20 jaar geleden, die voorzienende blik had gehad. Hè, en
Ja, en 2 jaar later was je aandeel verdubbeld. En iedereen om je heen die zou schreeuwen, verkopen, het is over de top, kijk waar het vandaan komt. Maar die digitale transformaties, die hebben gaandeweg de jaren alles van waarde opgezogen van partijen die niet mee konden. En die achterbleven bij het oude denken. Kodak, Free Record Shop, et cetera. Fysiek wordt digitaal. Als je het hebt over informatie, kaarten, muziek, boeken, foto's, films, interacties, spellen. Ja, en nu is er Bitcoin. Een digitale transformatie van goud, een digitale transformatie van eigendom, een digitale transformatie van geld, een digitale transformatie van energie. En met Bitcoin gaan we dus verder met digitaal transformeren van alles wat ons in de 20e eeuw bezig hield. In 1995 had je een dikke atlas met papieren kaarten. En een decennium later kwam Google en die scande die kaarten in en haalde het gewicht eruit. En maar waarom niet meteen alle satellietbeelden inscannen? En toen ging je van 500 kaarten naar 5 miljoen kaarten. En van een miljoen eigenaren naar een miljard gebruikers. En je kon de kaarten kon je in- en uitzoomen. Handig als je slechte ogen hebt. Hè? Handig als je details beter op beeld wilt krijgen. En die kaarten die werden op telefoons gezet gaandeweg. En dat kostte helemaal niks. Google vond uit hoe je het verkeer op die kaart kon laten zien. Of restaurants en menukaarten. En wat mensen van dat eten vonden. Kijk, een fysieke papieren atlas was altijd een fysieke papieren atlas gebleven. En ja, wilde je vroeger een concert luisteren, dan moest je een forse som geld reserveren. 30 muzikanten inhuren die 30 jaar van hun leven hebben doorgebracht om echt goed te worden in hun vak. En dan kon je naar een concert van Mozart luisteren. Ja. En nu... Je weet het ook wel, hè? 1 klik op Spotify en vam, zo je zolderkamertje binnen. En zo komen er miljoenen artiesten bijna gratis bij miljoenen kamers binnen. Of auto's of oortjes. Miljoenen concerten per jaar. Zonder gedoe. Veel sneller, veel goedkoper en veel meer variatie. Ja, een digitale transformatie die biedt volop nieuwe mogelijkheden. En brengt ons naar plaatsen waar we niet eens over hadden kunnen dromen, van fysiek naar digitaal, van iets wat een paar miljoen waard is, naar iets wat vele miljarden waard is. Van goud naar bitcoin, naar dat oude fysieke heeft gewicht en het nieuwe heeft geen gewicht. En dat oude kun je lastig verdelen en dit nieuwe heel eenvoudig. En dat oude, dat kun je heel lastig weer samenvoegen. Ja, je moet het gaan smelten en hè, flink verhitten. En dit nieuwe geen probleem. En het oude is duur en risicovol te transporteren. En dit nieuwe beweegt met de snelheid van het licht en is in allerlei staten te programmeren. Het oude vernietigt natuur en het nieuwe kan die natuur juist beschermen. Het oude is 5 tot 10 biljoen waard wereldwijd. En dit nieuwe, het is al 10 keer beter in elk opzicht. Digitaal, goud, geld, eigendom. Maar de titel van deze aflevering is digitale energie. Bitcoin is digitale energie. Bitcoin is energie in digitale vorm. En jij bent energie in fysieke vorm. Nou, wanneer je werkt, zet je jouw energie en tijd om in arbeid, waarmee je een product maakt of een dienst levert. En wanneer je ervoor betaald krijgt, dan heb je die energie en tijd omgezet in een tegoed voor iemand anders zijn energie en tijd op een toekomstig moment. En dat energietegoed wil je zo goed mogelijk, zonder verlies, bewaren voor dat latere moment. En dan kun je het in spaarvorm op de bank laten zetten en ieder jaar zal er zo'n 10% of meer van weglekken. Of je koopt er direct stroom van, hè? Echte energie. Als je het in die vorm bewaart, dan lekt het via de accu's een paar procent per maand weg. Of als je het over het net verstuurt,
Ja, dan lekt het ook gemiddeld, afhankelijk van de afstand en weerstand, hè, zo'n 5% weg. Maar als je die stroom gebruikt om wat miners te laten lopen, of je koopt direct de vruchten van diezelfde miners, dan kun je die energie 100 jaar of langer gebruiken, bewaren. En dan lekt er niks weg. En wat je ervoor terug kunt krijgen, wordt gaandeweg juist meer. Op het moment dat je een keer energie nodig hebt, dan zet je die bitcoin om in de politieke energie van dat moment, het regeringsgeld, en koop je daar energie mee van het energiebedrijf. Misschien kun je op dat later moment wel direct met bitcoin betalen natuurlijk. Of je laat er producten mee maken, of je laat jezelf vervoeren, of je laat je tenen uitpulken, je neemt de sauna, workshop koeknuffelen, je eet ervan, et cetera. Zolang er een werkende samenleving is, ben je in staat om je geïnvesteerde energie terug te krijgen in de vorm die jij wilt op het moment dat jij dat wilt. En je kunt je bitcoin uit elkaar halen, naar elke uithoek van de wereld sturen, uitlenen, terughalen en weer bij elkaar brengen zonder gedoe, zonder verlies van eenheden bij transport. Nou, probeer dat maar eens met bijvoorbeeld goud. Hè. Ja, ik begon deze aflevering met ons financiële systeem. Hè, met ons geld, wat onherstelbaar stuk is. En inflatie, here to stay. Hè. Soms wat minder een periode. Oh, we zitten weer op 2%. En dan daarna weer heel hoog. Tot het geld een keer echt weg waardeloos is geworden. Do I really have to do this, Dad? Stan, now more than ever, you need to understand the importance of saving money. But Grandma said I could use this money to buy whatever I want. Okay, next please. Go on, Stanley. I got a $100 check from my grandma, and my dad said I need to put it in the bank so it can grow over the years. Well, that's fantastic. A really smart decision, young man. We can put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. What? It's gone. It's all gone. What's all gone? The money in your account. It didn't do too well. It's gone. What do you mean? I have $100. Not anymore, you don't. Poof. Well, what can I do to get back I'm sorry, sir, but this line is for bank members only. I just opened an account. Do you have any money invested with this bank? No, you just lost it all. Then please stand aside for people who actually have money with us. Next, please. Hey! Tot het een keer echt weg is. En dus is er niks dat jouw ingezette energie beter kan bewaren over tijd. De landen, die ondernemingen, die mensen die de werkelijke waarde van Bitcoin het eerst zullen begrijpen, dat zijn de winnaars van de nieuwe tijd. Een tijd die onze generatie dit decennium vorm gaat geven. Maar de weg ernaartoe, ja, die is erg hobbelig en vol gevaren. Dus mensen, wees klaar voor roerige tijden.